Hey en welkom bij de video. Vandaag begint de video met een meeting samen met de Nuestra familie. De Nuestra familie is een andere gang waar wij de laatste tijd wat meer mee omgaan. Ze hebben inmiddels al aardig wat vuurwapens, ze zijn best gevaarlijk. Dus het is goed om hun aan onze kant te hebben. Deze video begint met een meeting zoals ik al zei. We gaan het hebben over een beetje over een bankoverval, niet te lang. Want daarna krijg ik al gauw een belletje en moet ik naar een andere belangrijke meeting. Abonneer zeker even. Er komen weer leuke nieuwe verhaallijn video's aan. Volg dus ook lekker de livestreams. Like even. En dan gewoon veel plezier met kijken. Vergeet echt niet te abonneren. Ik smeek het je alsjeblieft. Nou, we hebben iedereen behalve... Maar laten we even goed even de stand van zaken gaan doornemen. Ja. Ja. Ik denk dat dat wel verstandig is. Ja, voor Mac is het sowieso nieuw. Maar we gaan een overval doen. Wat voor overval? Niet zomaar een overval. Nee, anders hadden we hier niet staan. Anders hadden we hier niet staan. Ja. Wat wij in gedachten hebben gehad, is de grote bank. Centrale? Ja. Oké. Wij willen dit, ik weet niet of je ooit films kijkt wanneer je in jouw appartement bent. Maar dan kun je vast wel Fast and the Furious, als je een van de eerste delen bekijkt. Toen is ook een overval waarna ze naar een meeting toe rijden. Hè. Er zijn nog veel meer auto's aanwezig. Je gebruikt een beetje dezelfde soort skylijntjes en zo, wat net wat op die meeting een beetje af gaat komen. Ja. Je zorgt dat er tijdens de overval ook zo'n meeting aan de gang is. We gaan zorgen dat de gijzelaars die we meenemen, gaan we op de tweede film laten baseren. Dus we gaan de gijzelaars en wij hebben dezelfde kleding aan. Dezelfde maskers gaan we dragen als we met z'n allen naar buiten rennen. Okay. Het is best wel iets groots. We zijn er al, ik denk, pakweg een maand, anderhalve maand aan het plannen. Aan het posten bij de bank. We hebben al wat meldingen gemaakt bij de bank. Kijken hoe lang het duurt voordat ze er zijn. Hoe serieus nemen ze nou de meldingen, hè, Jiro? Ja. Dus ja, we zijn al lekker op weg. Dus ja, daarom hebben we weer even de koppen bij elkaar. We missen er dan wel één of twee, maar goed. Het gaat door. Dus ja, dat is even de stand van zaken tot waar we ze eigenlijk geëindigd zijn. En ja, we moeten verder, jongens. Dus ja, zo doen we dat. Goeiedag. Hey. Hey, ik heb een dingetje. Nou? Ik zit momenteel met je grote vriend in de auto. Mm-hmm. We hebben even gebabbeld okay. Over allerlei zaken, onder andere mijn doos. Ja? Mijn doos met spulletjes. Ja, wat is het resultaat? Nou, wat daar is uitgekomen, dat hou ik nog even voor me. Maar er is wel een ander ding. Nou? Ik kan een vreedzaam gesprek opzetten, waarin ik tussen jullie in ga staan. Maakt niet uit wie meeneemt, zeg maar. Ik sta er gewoon tussenin met een pistool. Als de een de andere aanvalt, dan is het gewoon gelijk geblazen. Om eventueel, okay. Mocht jij nog iets hebben waar je, weet ik veel, wat je wil vragen of zo. Nee, vind ik wel goed. Vind ik wel een goed idee eigenlijk. Je weet die, hoe heet dat nou, de vuilnisbelt? Die, ja, naast de oude wietverwerf. Of bij de oude wietverwerf gewoon juist. Op het veld, dat lijkt me misschien wel. Prima. Wel een leuke voor de verandering. Stuur maar een locatie. Ik ga even een locatie. Yes. Oké, dan kom ik daar zo meteen heen. Ik maak even een gesprek hier af en dan kom ik erheen. Oké, gesprek met wie? Met Jordi. Oh, wat dan? Nou, niks bijzonders. Gewoon algemene zaken. Jojo. Ik heb zo al een meeting. Ik weet niet of jij mee wilt voor mij. Ja. Maar ik moet wel zo naar een meeting. Met QM en Edward. Ja, ze weten van Christmas. Ja, en samen met Edward. Hoezo met Edward? Die gaat ertussen staan. Die heeft gisteren toch in Pizza Been geschoten, die gast? Ja. Ja. Kijk, ik was best meegaan, maar dan ben ik de lul. Nee. Maar kunnen we op een afstandje gaan staan? Kan ik hem niet shooten dan vanavond? Schiet ik een keer die Questmaster in zijn poot, jongen. Wat denkt hij dan? We moeten ook van ons afbijten. Hij verwacht dat nooit, hè. Maar ja, ik weet niet. Dan kijkt hij misschien jou aan, omdat jij dan weer informatie doorstelt. Nee, ga maar mee. Vind ik wel goeie. Ga maar mee. Ja, maar dan kleed ik me wel even om en haal ik even mijn eigen auto. Ga ik even een auto halen, waar spreken we af dan zometeen? Halen we even een motor op je, Jeroen. Hey, kunnen we? Ja, zeker. Oké, daar kom ik eraan. Wat is het idee eigenlijk? Niks, het is jouw idee. Ik kom er nu aan. Moeten wij op afstandje blijven? Ja, prima. Hey. Wie zit er in die auto? Jordi. Oké, dan ga ik me overhalen. Het is. Ja. Ik ga wel mijn wapen uit mijn holster halen. Prima. Gewoon voor de zekerheid. Niet om iemand neer te schieten. Prima. Puur om als een soort van... Ja. Hey. Jij wilde gisteren met mij praten. Lees het bericht van de Questmaster toen je werd neergestoken. Hey, makkers van plakkers. Hey, gezellig. Ik wil graag met twee van jullie praten eigenlijk. Hoezo? Wat als ze dat niet willen? Ja, je zou wel moeten, want je gaat maar mee. Hoezo? Hij heeft een vuurwapen in zijn hand. En ik wil het best. Nee, je stappen maar gezellig bij ons. Dus chop chop, dan instappen. Jol, die pek, ik ga die kerm. Zou je nog wat aan het doen of niet? Hele gang hier. Stap jij mee?
Wij gaan nu eventjes een ritje maken. Dus hoe gaat het, meneer Plakkers? Prima! Ja, prima. Prima! Mooi. En waarom volgt die Mercedes ons? Hallo? Kan nou, die is er weg? Niet. Is er niet? Kan die weg, of anders ga ik een maatregel nemen. Het is maar wat je wil. Hallo? Jeroen? Mag even hier mogen uitstappen bijna. Piet, niet doen. Piet, kijk, hoeveel hebben ze hier nou uitgehaald? Gaat het? Piet, kan je uitleggen hoe de situatie nu is? Kom alsjeblieft even snel deze kant op iemand. Piet is er bij ingeschoten. Maar kijk, hou druk, het is één wond, het is één kogel. Moa, praten. Kan ook op een spelletje doen, inderdaad. Kan ook op een normale manier, hè? Ja, dan kan ik mijn spelletje niet uitvoeren, hè? Zonder je mannen en je maskers en ontvoering. Wat voor spel speel je? Een spelletje met jou. Ja, maar wat voor spelletje? Om de regels uit te leggen, en als het verklappen is ook nog jammer als we het nog niet kunnen spelen. Oké, nou leuk. Jullie houden allebei wel van spelletjes, hè? Of niet? Ik? Ik ja, 100%. Ik heb het meer overgenomen van mijn vader. Jij hebt van Edward, heb jij iets? Ja. Aangezien jullie hier zo samen staan, wel zonder dat Edward jou nu nog niet doodschiet of zo. Tuurlijk ziet hij mij nog niet dood, hij heeft dat ding nodig. Ja, maar neem ik aan dat er ook iets gaande is. Duel en iets. Wij hebben gebabbeld. Ik denk niet dat het nodig is voor jou om daarna te gaan gissen, toch? Feit, wat wil je? Ook van Edward, wat wil je van iedereen hier, nu? Oh, je bent ook boos op de man naast me hier. Je bent boos op iedereen. Boos is een groot woord. Edward heeft mij puur nog niet neergeschoten omdat ik dingen van Edward heb en dingen van Edward weet wat belangrijk is. En dingen weet die Edward nodig heeft. Dat is de enige reden waarom Edward mij niet heeft neergeschoten. Dan kan ik bevestigen. Oké. Ik wou gisteren gewoon een leuk spelletje spelen met meneer De Wit en jij. Door hem volgens neer te schieten. Omdat meneer Nasho niet luisterde. Ik hoop dat wel bekend om. Inderdaad, en dat kan soms misschien een verkeerd iets zijn. Want ik had ook gewoon net zo goed je vriend neer kunnen schieten. Dood. Dat klopt. Gelukkig wist ik al van tevoren dat je dat niet zou doen, anders had je hem niet per se nodig. Weet je, het punt is, waarom zou ik nu al meteen een einde aan maken als ik het spelletje nog niet eens ben begonnen, meneer Blanco? Daarom. Dus, dan begint het spelletje ook voor mij? Punt is, dat is wel heel dom van je dat je daar achterna blijft rijden. Want als ik echt had zo gewild dat jij niet meer meedeed met het spelletje, dan had je hier nu niet meer gestaan. Laat ik zeggen dat jij op vooraf geluk hebt gehad. Het maakt niet uit met wie je komt, hoeveel je komt. Boeit me echt oprecht geen reet. Maar goed, wil jij nu iets zeggen wat jij toen wilde zeggen? Nee, nog niet. Ik kon mijn spelletje nog niet spelen, dus waarom zou ik nu al dingen gaan verklappen? Nee, je wilt een herkansing van jouw spelletje. Ja, wel eens een keer, denk ik, hè. Ik merk er een gespannen sfeertje. Totaal niet. Is een knuffel mogelijk? Nee. Hey, even eerlijk. Toen jij mijn bloed hebt afgenomen, ik zei nog tegen je dat ik liever een mes over mijn handpalm wilde. Maar ja, jij liet dat niet toe. Heb jij iets erbij gespoten? Ik zei het nog, dat je dat mogelijk ging doen, maar jij nee. En jij liegt niet, nee. Kijk, dat is waarom ik jou ook uitkoos, meneer Plakkers. Als ik meneer Blanco meenam, die is zo eigenwijs als een pest. Hij krijgt niet uit, dus hij heeft een IQ van een varken, dus hij luistert toch niet. Als ik meneer De Wit uit zou kiezen, dood? Die zou ook opdringend zijn. En zou ook waarschijnlijk niet zeggen. Vriend, word je dood? We moeten nu vooral door blijven gaan. Doen? Sorry hoor, varkentje. Kijk, ik weet niet of je vader praat, hè? Oh, je wacht. Je bent een beetje opdringerig nu, je lijkt wel een beetje een baviaan of een stier. Ja. Meer het uiterlijk van een varken en ook het IQ van een varken. Okay. Sorry, zo gewoon een stukje lood dus. Stukje lood? Waarvan wil je een stukje lood doen? Wil je die naar me toe gooien? Wat een wapen, dat heb je niet. Dat klopt, maar een kogel staat er wel op jou gericht. Is dat zo? Staat er een kogel op hem gericht? Oh, dit bevestigt wel aardig dat ik inderdaad gelijk heb. Ja, ik vind het leuk dat je telkens probeert punten te maken. En een beetje een statement probeert te zetten over hoe je over anderen denkt en zo. Maar dat doet mij. Ik was nog niet klaar. Ik zei. Heel veel. Ik heb jou uitgekozen ervoor omdat jij overal heel makkelijk in bent. En je bent een heel makkelijk doelwit. Jij bent altijd nieuwsgierig. Daarom zeg ik dat toch? Ja, maar dat zeg ik. Ik vind het leuk dat je dat statement maakt. En punten probeert te zetten. En een soort flex over je mensenkennis gooit. Maar dat interesseert mij. Nou, niet heel veel, dus zeg nou gewoon wat je maar. Wilt. Nee, ik vraag, heb jij er wat verder in gedaan? Want ik wilde dat niet. Ja, nou, kijk. Nou, ik wil ook wel iets niet. Edward wil ook wel iets niet. Jordi wil ook wel niet dat hij dom was en er zo'n goal eruit ziet. Ja, kijk, we hebben het allemaal niet voor het winnen. Nou ja, weet je wat het is? Ik kan er misschien wel dom uitzien en zo. Ja, jij staat tenminste, ben jij hier de huisbaas? Het vuilnisbelt toch? Ik ben blij dat je dat masker op hebt. Hoef ik je lelijke rotkop niet te zien. En dat ga ik even duidelijk maken. Ik aan allebei, mocht er iets hier zo gebeuren, mocht iemand wat hebben geregeld, mocht er iemand hier zo vandaag gewond weglopen,
Dan is het gewoon gelijk een kogel, zeg maar. Tot zover jouw non-criminele leven, hè, Edward? Mhm. Ik ben hier als bemiddelaar, toch? Ik ben hier om de vrede te bewaren als mensen... Als peacekeeper. Vervolgens. Ik hoorde net trouwens al een autodeur, dus dat is een dingetje. Hé, hey, jongens, ik vermaak me echt ten zeerste. Echt een topgesprek, dit. Ik bedoel, ik haal hier echt heel veel uit wat ik nodig had, maar... Je mag alles aan mij vragen, hoor. Maar als meneer Blanco een beetje op zijn... kleine pikje getrapt is en dan begint te slaan. Het is een beetje een vervelende flex. Vervelende vent is het, hè? Je bent een beetje een vervelende flex gooien telkens. Het is een beetje... vervelende flex? Ja. Ik flex met het lelijkheid van Jordi Blanco. Nee, je flex met het de hele tijd vervelende, domme opmerkingen maken. Hoi. Ben je klaar? Ja. En schuilen dat hij doet. En schuilen dat hij doet. En of hij dat schuilt. Ja, is hij nog gepopt? Is prima zo. Zo liep hij wel. Ja, ik weet niet of hij geraakt was. Ik hoop het van wel. Maar laat dit maar voor hem een goed teken zijn dat wij ook in ieder geval vuurkracht hebben. En niet alleen fucking niks hebben. Dat is prima dit. Volgens mij was hij nou wel of niet geraakt. Kon ik het niet zien. Volgens mij was hij wel geraakt, hè jongens. Volgens mij was hij wel geraakt, hè. En nu ben ik klaar. En nu ben ik gewoon klaar met hem. Nu laten we gewoon aan hem zien dat wij ook prima vuurkracht hebben. En niet dom, maar niks de hele tijd afwachten van wat hij wil. En dan maar luisteren en als hondjes reageren. Yes. Hey. Hey, wat is het idee? Niks op het moment. Oké. Okay. Ik vond prima een gesprek aangaan. Ja. Maar meneer Bleker... Wie was de schutter? Schutter was, ik weet het niet. Ik ken de naam niet. Hoef ik ook niet te kennen. Ja, dit gaan we dus echt niet doen, dit. Hoezo niet? Dan ga ik die domme spelletjes zo, van hem. Ja, precies. Maar hiermee... Tit voor tat, Edward. Ja. Een vreedzaam gesprek betekent ook dat er geen vuurwapens involved zijn. Vreedzaam gesprek. Ik kom daar voor een gesprek. Vervolgens vindt de heer Bleker het prima om alleen maar domme, kleuterachtige kutopmerkingen te maken. Als je opmerkingen niet kan handelen, kom op. Nou, ik kan wel handelen, maar ik kwam voor een peaceful gesprek. Wat je zegt, voor een nuttig gesprek, het feit dat jij ertussen stond, kon het eindelijk een keer een nuttig gesprek worden in plaats van een monoloog vanaf één kant. Maar ja, als er zo'n gesprek op zo'n kut iets uitkomt, kunnen we net zo goed even een statement gooien. Van dat hij niet alleen de domme spelletje kan spelen waar mensen inturen, maar wij ook. Dat het niet zo moeilijk is, maar nog behoorlijk simpel kan zijn zelfs. Oké, okay, duidelijk. Maar verder niks tegen jou, dat weet je. Het is wel de band van mijn limo die kapot is. Ja, maar jij hebt een keer mijn auto opgeblazen, Edward, dus en, daar gaan we het niet over hebben. Je weet dat die kogel mij bijna raakt. Ja, maar hij heeft jou niet geraakt. Maar het had wel gekund. Ja, er kan zoveel gebeuren. Kon ook de tank raken, de auto kon ook ontploffen. Is ook niet gebeurd. Je hoort nog van me. Yo. Hey, waar ben je? We gaan nu meeten bij de golfbaan. Golfbaan, ik kom al heen. Wie heeft er geschoten? Jeroen. Jeroen, die is van Nuestra, toch? Mhm. Zij de leider? Ja. Oké. Okay. Ja, Edward belde al. Hij was er niet mee eens, maar ik zei als hij komt voor een gewoon gesprek. Hij zei het een peaceful gesprek, weet jij, als peacekeeper ertussen. Volgens komt er alleen maar kleuterachtige, domme opmerkingen. Dus vind ik het wel prima. Maar heb jij je hand opgestoken of zo? Nee, ik weet niet eens wanneer er geschoten werd, als in wat het teken ja, ik heb het zelf niet gehoord, maar... Maar ja, laat nee, het maar een goed... Voor mijn gevoel miste die, maar was volgens mij wel raak. Want hij liep wel... Ja, was 100% raak. Wat ik dus wilde zeggen is, het was een dom gesprek. Domme opmerkingen. Het feit dat we nu een statement gegooid hebben naar hem. Het feit dat hij kan gasten inhuren met wapens en maskers op laten zetten. Ja. Alsof dat zo fucking moeilijk is. Wij hebben hier gewoon mensen die we niet eens betaald hebben en die hetzelfde terug doen. Fucking idioot, jongen. En waar heb je hem geschoten eigenlijk? Ja, is de hoofd, man. Lijp, hij viel gewoon op mijn Netflix, is je gewoon recht achterover gevallen, ouwe. Nou, hij was echt niet eens zo. Nee, maar ergens in zijn borst waarschijnlijk of zo. Maar ik heb wel geraakt, 100%. Hij liep krom weg. Maar hij is wel geraakt, dus. Ja. Maar dood is het. Hij was gewoon een fucking kleuter, man. Ja, nutteloos gesprek. Ja, hij komt daar. Wou hij alleen een gesprek om mij belachelijk te maken? Nee. Voor, nee, dat weet ik ook wel, maar daar leek het wel. Nou goed, ik hoop dat hij nu in ieder geval snapt dat hij ook iets terug kan verwachten. Weet je, wat hij doet natuurlijk, exact. Wat hij heeft gedaan. Exact. Dat kan niet. En hij weet dat hij niet enig is met zo'n dingetje, snap je ook het doel? Nou, hij heeft waarschijnlijk niet eens eentje. Oké, maar omdat Piet maar was hij neemt ook been... iemand mee. Oh, hij neemt iemand mee. Het had een vuurwapen bij zich. Okay, ja, okay. Altijd. Hij had hem ook vast, want ik dacht dat ik hem in zijn handen zag. Maar... Ja, hij had hem even vast. En toen ging hij naar een tafeltje lopen of zo. Had hij hem weggelegd, of niet? Ik weet niet wat hij deed. Nee, ik ben in de auto gestopt, ben weggereden. Ik ben ook weggelopen daarna. Oké, nou ja, duidelijk. In ieder geval, wij stonden boven op de snelweg. We hadden jullie al een tijdje in zicht. We hebben eigenlijk best wel lang gewacht, hè, op een seintje van jou. Op een gegeven moment zag ik jou vechten. Toen begon bij mij al een beetje meer te koken. Toen trok ik gelijk mijn wapen. Ik zeg van nou is het over, weet je, wie denkt hij nou dat hij is? Dus heb ik even een goede plek gezocht.
Toen heb ik even met jou overlegd en daarom heb ik twee keer gevuurd. De eerste keer was niet raak, de tweede keer ging hij bij mijn niveau achterover. En daarop heb ik gewoon, ben ik rustig in mijn auto gestapt, heb ik rustig de plaats verlaten. Niet veel paniek, weet je. Het was niet heel spannend. Ja, nee, dat is een statement die we zetten voor hem. De volgende keer schiet hem van dichtbij in zijn buik. Ik kan zeggen, de volgende keer kan hij hem ook door zijn kop verwachten. Als hij nadenkt. Maar hij staat niet bang voor. Hij zegt ook, iedereen die in mijn weg staat, die pakt hij. Maar ja, die fucking idioot niet door heeft. Ik kan zeggen, als die idioot niet door heeft, dat we met z'n allen zijn. Precies. Zijn altijd mensen slimmer en sterker, hè? Dat is hij kan nooit weten dat wij dit waren. Nooit. Nee. Maar wat wil hij van jullie, boys? Ja, dat is een lang verhaal. Ik leg het ook een keer uit aan Jeroen. Die kan dan wel jullie allemaal op zijn tijd stellen. Ja, dat is goed. Dat is goed. Laten we in ieder geval deze week wel even een beetje nauw contact houden over de bank. Hè? Mm-hmm. Dat soort dingen. Dus, goed. Jongens, ik wens jullie een hele fijne avond. Hetzelfde, man. En dankjewel voor jou. Ik ga richting het appartement. Yo. Dankjewel voor jou. Hoi. Hey, ik heb hier een nieuwe toeter opgemonteerd. Wil je me horen? Nee. Jawel. Wil je me horen? Nee. Alsjeblieft, zeg ja. Ik heb een nieuwe toeter. Komt-ie.